Kinderen in Suriname zijn nu meer dan ooit blootgesteld aan geweld vanwege de lockdown. Dat is de constatering van Maggie Smeets, kinder- en vrouwenrechtenactivist. Ze was vandaag de gast in het actualiteitenprogramma ATV COVID-19 Update. Smeets wijst erop dat niet alle kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Nu deze kinderen verplicht thuis zijn met hun ouders, is de kans op geweld veel groter. Vooral seksueel misbruik van jonge kinderen kan toenemen, benadrukt Smeets. 81% van alle kinderen minstens één vorm van geweld ervaart. En als ik zeg één vorm van geweld, dan moet je het zo zien. We onderscheiden lichamelijk geweld, waar het kind lichamelijk letsel oploopt. Slaan, trappen, ja. Ook vreselijke dingen, branden met het strijkijzer. Dus een beetje alle dingen die mensen doen. Er is psychologisch geweld, psychisch geweld. Toch een kind steeds weer vertellen, je bent dom, je bent lelijk, je bent dik, je deugt van niks. Dus weet je, een kind breken eigenlijk, ja, ja. Geestelijk. Seksueel geweld, seksueel misbruik maken van een kind. En dat kan door volwassenen zijn, maar kan ook door oudere kinderen zijn. Ja. Toch, broers, neven, noem maar op. En getuigen zijn van geweld van ouders onderling is ook een traumatische factor voor kinderen, vooral voor kleine kinderen. En als je kijkt naar de cijfers, dan is dat echt wel heel vreselijk. In absolute cijfers, toch lichamelijk geweld met verwondingen het afgelopen jaar, dan praten we over meer dan 5000 kinderen. Seksueel geweld door volwassenen, dan praten we over 8000 kinderen. Drie vormen van verschillend geweld praten we over 9800 kinderen, bijna 10.000 kinderen. En vier vormen van geweld, dus alles ja. Gebeurt in dat huis, is 3000 zoveel kinderen. Smeets doet een beroep op ouders om kalm te blijven en hun woede en frustratie niet af te reageren op hun kinderen. Ouders moeten proberen om op een positieve manier bezig te zijn met hun kids. En wat je ziet is dat mensen super gestrest zijn nu. Toch? Voor ja. Sommige mensen is het leuk. De mensen die zeggen van, goh, mijn salaris loopt door. Dit is eigenlijk een vakantie. Ik heb tijd om brood te bakken met mijn kind en leuke dingen te doen. Dat is één groep. Toch? Er is een andere hele grote groep voor wie deze tijd super stressie is. Want hun werkgever zegt, sorry, no work, no pay. Je ja, krijgt precies. Niet betaald. Ze willen wel aan het werk gaan, maar openbaar vervoer rijdt niet. Dus weet je, er is allemaal stress op stress op stress. Dan kan het best wel zo zijn. Ja. Dat je die stress afreageert op een kind. Precies. Toch, je wil het niet, maar het gebeurt. Ja. En ik denk dat dat dingen zijn om voor jezelf heel alert op te zijn. Sorry. Om jezelf te checken van, hey, weet je, ging ik heel erg tekeer? Was dat nodig? Precies. Je partner ook te checken. Zelf-evaluatie. En voor jezelf te zoeken naar van, hey, wat brengt mij tot rust? Ja. Als ik nu voel van, ik sta op het punt te ontploffen. Ja. Waar word ik rustig van? Voor sommige mensen is het meditatie, voor sommige mensen is het, ik ga in de tuin inderdaad, gaan bomen, ja. Te lijf met de houwer en daarna voel ik me weer anders. Maar een ander zegt, ik app met mijn zus, want ze laat me altijd lachen. Weet je maar, zoek voor jezelf naar dingen waar je een beetje van tot rust komt. Dat was kinder- en vrouwenrechtenactivist Maggie Smeets vandaag in het programma ATV COVID-19 Update. Vanwege de lockdown zijn kinderen meer dan ooit blootgesteld aan geweld. Ze roept ouders op om extra alert te zijn.